Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van mij. Vandaag is de laatste dag voor kerstmis. Ik ben nu even in de auto aan het wachten op een collega die ik naar verjaardag ga brengen, naar het hoofdkantoor. Die gaat daar haar nieuwe auto ophalen. En vanmiddag heb ik een kerstlunch bij Ignatian met de hele Ignatian crew, die inmiddels dit jaar behoorlijk gegroeid is. Nou, voordat we naar verjaardag gaan, gaan we nog even een bakje koffie halen. Dat doen we bij mijn favoriete koffietent. Dat heet Coffee Nation. Ik zal jullie even meenemen naar binnen, dan kunnen jullie ook Bert ontmoeten. Dat is de eigenaar van Coffee Nation. Achter mij loopt Emily. Hoi. Hey Bert, goedemorgen. Dit is Bert. Goedemorgen. Bert komt uit Antwerpen. En hij zit hier nu bijna 2 jaar. En over een paar dagen heeft hij hier zijn 2-jarig feestje, dus dat wordt vast heel leuk. Emily, wat voor koffie wil jij? Cappuccino. Nou, top, dan gaan we even een cappuccino bestellen. Bert heeft een hele leuke plakbandhouder. Unicorn. We zijn aangekomen op kantoor in Vianen. Emily gaat zo haar auto ophalen. Een rode Clio heb ik al gehoord. Ja, gaan... kleding. Misschien gaan we het straks nog zien. We lopen nu weer naar buiten. Dankjewel. Hallo. Ik ben aan het vloggen. Filmen. Ja, aan het vloggen. Oh, hallo. Een andere collega van mij. Hey. Linda Sinkevoorhorst. Komen jullie een andere keer nog tegen? Zeker. Doei. Ja, oké, dat zijn die vakken bouwen. Ah, oké. Okay. Ja, dat moet de hadden al. Heb jij ook een kerstboom thuis, of niet, Erde? Nee, die had ik wel. Ik heb geen lippenvoet. Die had je wel. Maar die heb je in brand gestoken, of wat heb je ermee gedaan? Nee, die hebben mijn katten gesloten. Je kat hebben die gesloten. Ja. Oh, briljant. Ja. Emily, wat, je gaat nu naar je auto toe. Vind je het spannend of niet? Ja, eerste auto. Eerste auto ever? Ja. Ja, want je hebt ook net je rijbewijs, dus dat is logisch. 1 week. Oh mijn god. Ja, dat gaat helemaal goed komen, ik weet het zeker. Ja. Oh, hij ziet er wel echt mooi uit van binnen. Ja? Ja, dat is echt. Ja, dat is wel strak, ja. Nee? Gaaf, man. Alles. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Jij gaat gewoon als een malle over die weg dadelijk. Niet te hard rijden, hè? Nee. Heel veel succes, hè? Dank je. Tot zo. Nou, Emily helemaal blij met de auto zo te zien. Ik ging maar niet filmen als ze weg ging rijden. Zo, ik val bijna van de trap af. Ik ga even snel wat mailtjes sturen naar onze digital agency. We gaan daar wat designs laten maken voor onze werken bijpagina. Op sowieso.nl. Die zijn echt aan verfrissing toe. Nou, en daarna ga ik door naar Utrecht. Dat zien we straks nog wel in deze film. Dit is waar communicatie normaal werkt. Maar er is dus echt helemaal niemand. Maar ik heb gelukkig iemand anders gevonden die ik heel goed ken. En dat is Valerie. Hallo. Met petje. Even met laten zien. Petje. Oh, helemaal tof. Mm-hmm. En Valerie, wat doe je bij SOST? Ik ben designer voor mobile. Jeetje, ik kom alleen maar designers tegen. Is daar iets mis mee? Nee, dat is juist tof. Ja. Dat is juist awesome. Ik denk dat designers eigenlijk toch het type mensen is wat gewoon ja, de wereld letterlijk mooier gaat maken, toch? In ieder geval de digitale wereld. Maar jij designt ook taarten? Ja, inderdaad. Dat heb je al, je hebt voor mij zelfs een taart gemaakt. Ja. Dat is wel cool. Moet je even showen. Ja, dat zal ik in dit filmpje, dat kan niet in dit filmpje. Nee, dat kan niet. Nee, maar ik heb wel nog een foto, dus dat, misschien dat ik hem nog even zo voorbij laat flashen zo. Ja. Ja, dat is wel cool. En ga je nog iets leuks doen met kerst? Ja, mijn ouders hebben iedereen uitgenodigd van de familie, dus we gaan echt met 22 man dineren in ons huis. Ja, bij mijn ouders. Oh, ik wou zeggen, ik ben een keer in het appartement geweest bij Valerie om de taart op te halen die ze gemaakt had. Nou, daar kunnen geen 22 man in. Nee, 1 kat is eigenlijk al te veel. Ja. Heeft je kat je kerstboom gesloten? Misschien. Ik had net 30, ken je ook of niet? Ja. Van HR? Van gezicht. Oké, ja, zij had dus net ook een foto laten zien van hoe de kerstboom 's avonds nog heel goed eruit zag. En de katten heel braaf op de bank lagen en heel lief. Ja. En toen kwam ze 's ochtends dus de woonkamer in en toen was haar gewoon haar kerstboom gesloopt. Oh my goodness. Maar is jouw kerstboom nog heel of niet? Hij is nog heel, ja. Alleen klimt de kat er zo 1 keer per dag in. Oké. Okay. Maar we hebben expres plastic ballen opgehangen, zodat niet alles aan het eind van het jaar gewoon helemaal kapot is. Dus ja. Je ziet, het gaat nog goed. Dit zijn de betere gesprekken op een vrijdag, denk ik. En ook zo voor kerst. Nou, Valerie, heel leuk om jou op deze manier even te introduceren. Yes, leuk. Volgende keer ga ik misschien wat werk van je laten zien of zo. Mag altijd. Of dan kom Tenminste, ik. Dat mag niet altijd, want
Oh nee. Sommige dingen zijn... Nee, sommige dingen mocht je niet laten zien, want dan doet ze dat voor de klant en dan is dat geheim. Maar Valerie heeft net wel verteld dat ze bij een hele toffe klant gaat werken. Ja. Met een soort van kantoor met goud bekleed. En midden op wat. De Herengracht. Dat is echt sick. Ja. Oké, dat moet ik een keer zien. Ik ben inmiddels in Utrecht, bij de Pionier. Dat is de Pionier. Dat is een oude school. Die hebben ze omgebouwd naar een bedrijvenverzamelgebouw waar allerlei start-ups zitten. Waaronder de allereerste vestiging van Ignatian. Het is eigenlijk wel gek dat ik jullie in een eerder filmpje eerst de tweede vestiging van Ignatian heb laten zien. Terwijl jullie het eerste niet eens gezien hebben. En dat ga ik nu doen, want we hebben hier dus, zoals ik eerder al zei, een kerstlunch. En ik ga jullie even meenemen naar het kantoortje hierboven. Zo, aangekomen op de derde etage. En hier gaan we rechtsaf. En op het einde... Er zitten al een aantal mensen van Ignatian, die zitten in overleg, zie ik al. Morgen! En dit is het kantoor. Hallo! Wat een gezelligheid, jongens! Nou, iedereen is druk aan het werk, zoals je ziet. Nog niet de kerstsfeer. Oh, kut. Iemand die gaat maar neerschieten. Tenminste, dat gevoel krijg ik. Heb je Elaine weer? Godverdomme, krijg ik dat eerst even? Nee, eerst? Ja, kijk. Ik dacht dat... Ignatian kleuren. Kijk! Hey, dat heb je goed gedaan. Oh, naast nou kwamen die kleuren nodig had. We hebben jezelf de collega uit Eindhoven. Hey! Hey. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja, ja, ik ben aan het vloggen, dus... Oh, top! Ja, ik ben iedereen even aan het introduceren. En we hebben hier natuurlijk een kerstlunch. Dus ik was even aan het kijken of hier iedereen al een kerstsfeer was. Zo, wie zie jij er chic uit, gek? Ja, kerstman. Jezus, man. Kijk dan. Nou, niet normaal hoor. Ik dacht, ik kom hier gewoon met mijn klofje aan. En mijn sneakers. Zo. Jezus man, je lijkt dit een soort van Indiaanse, je bent een beetje shamaan achter de kerst is dit. Ja, te gek man. Hey Pascal. Hoi. Goedemorgen. Wie is dat? Hoi. Dit is de camera. Dit is de camera. Ja, ja. Heb je al een bakje koffie gehad? Meerdere. Ja? Jij bent meer van de cappuccino's, hè? Een latte of een tijd. Heel soms espresso te proeven, maar voornamelijk... Nee, Pascal die heeft zijn eigen espresso machine meegenomen naar Ignatian. En die was stuk, maar via de app hebben we allemaal kunnen volgen hoe hij hem ook weer gefixt heeft. Pascal, kun je me even uitleggen wat ik hier nou zie? Want, het is elke elektrotechnici zal dit wel moeten kennen. Het is een kathodestraal oscillograaf. Ook wel bekend als een oscilloscoop, maar ik vind kathodestraal oscillograaf veel leuker, want dan klinkt je veel slimmer. En wat het meet signalen ten opzichte van de tijd. Oké, maar is dat gewoon een hartmeter eigenlijk? Nee, dit is, als ik hem zo hou, zeg maar, dan lijkt het alsof dit mijn hartslag is, maar dat is een hartslag van 50 hertz. En als je hart 50 keer per seconde klopt, dan ben je op het randje van doodgaan. Ja, wat je nu ziet is het lichtnet. Is alle stopcontacten hier omheen, die zitten lekker te springen en te dansen op 50 hertz. En ik ben een zak met water en die vindt het maar altijd leuk om dat daarin mee te gaan. Dus vandaar dat je daar dan dat is heel mooi ziet. Maar hij is wel een kerstsfeer, zie ik. Ja, natuurlijk. Hij is zeker een kerstsfeer. Ja. Dat vind ik wel knap dat hij dat dan ook meet. Nee, dat, ja goed hè? Ja, dat krijg je niet. De muts meer. Lijkt ook prijsloos. Gewoon, zo kan je hem niet muts, kopen hoor. Ja, kijk, die muts die heeft echt de vorm van die kerstmuts, alleen dan een beetje anders. Ja, wauw. Holy shit. Zo had ik hem nog niet eens bekeken. Dat is je bent eigenlijk een designer, man. Ik ben stiekem gewoon een designer. Ja, ik heb vandaag alleen maar designers op de film. Dus nu ben jij er ook een. Dus als ik gefilmd word door Nathan, dan ben je niet. Nou, vandaag. Ja. Gast, een heel goede kerst. En bedankt voor de uitleg. Yes, dat gaat helemaal lukken. Jorik, die zit altijd aan mij te schieten met... Wat een nurken. De kerstlunch gaat beginnen. Dit is de locatie. Ik ga even Rolf gedag zeggen. Wat is de bedoeling vandaag hier? Nou, de bedoeling is, en het gaat nu al helemaal fout, dat iedereen lekker gaat zitten naast iemand waar hij normaal gesproken niet mee werkt. Okay. En dat we zo gewoon even lekker bijkletsen over afgelopen jaar. Wat leuk man. Ja, leuk hè. Dan gaan we ook lunchen, of niet? Nou, er staat hier iets klaar, Nathan, dus dat zou ik zeker doen. Verdomd, ik zie het. Goed hè? Ja. Nou, dat ziet er allemaal heel lekker uit. Rolf is zijn kerstspeech aan het houden. Een soort van cabaret, waarin iedereen voorbij gaat komen. Dat ik Game of Thrones vergelijken. We hadden een stagiair die bij ons kon praten. En zodra die weg was, was er één conclusie. Hij lijkt op die ene van de Game of Thrones! Ik was even met hem.
Inmiddels heb ik ook Andrea gespot en die heeft wel een hele toffe kersttrui aan. Andrea, kun jij heel even laten zien wat jouw kersttrui kan? Ja. Let op, hè. Nou, ik denk dat dat echt briljant is. Dankjewel voor het show, Andrea. Wat doe jij bij Ignatius? Ik ben designer bij Ignatius. Ik spreek vandaag alleen maar designers. Het is toch echt opvallend. Maar wel heel cool. Hey, dankjewel voor het tonen van jouw trui. Alsjeblieft. En heel veel plezier. Doei. En wat we nu gaan doen is onder andere onze nagels verven, zoals we gezegd hebben. We hebben ook een heel cool kerstpakket gekregen in de vorm van, jawel, een drone. Netjes. Netjes. Deze was symmetrisch, dat vind ik wel mooi. Nou, dit voelt echt totaal ongemakkelijk, maar het is wel heel erg lachen. Ik heb ook mijn andere hand nu gelakt. Uiteraard heb ik ook 10 euro gedoneerd aan 3FM, dus dat is helemaal cool. Of eigenlijk is het Rode Kruis. En jongens, leuk dat jullie weer hebben gekeken naar deze vlog. Ik kan niet wachten om de volgende weer te maken. Geen idee waar die over gaat, maar jullie gaan het vanzelf zien. Dankjewel en fijne kerst.